Goedendag beste mensen, hartelijk welkom bij dit Bijbelwaarheidsuur. We zullen spreken over het thema vandaag, waarom ik geen Rooms-Katholiek ben. Van alle culten op de aarde, heden ten dagen, is de Rooms-Katholieke cult verreweg de gevaarlijkste en ook de oudste, zo'n 4000 jaar oud. En het is zeker de gevaarlijkste als het gaat om de perversie van Bijbelse waarheid. Om te beginnen, het woord katholiek is geen christelijk of ook geen Bijbelwoord. Het woord werd als eerste gebruikt door ongeredde Griekse filosofen voor de tijd van Christus en later door een zogenaamde kerkvader, Ignatius, gebruikt om een hele verzameling van christenen te beschrijven die over het hele Romeinse Rijk verbreid waren. Ignatius, als ook andere kerkvaders, hebben de term altijd gebruikt in referentie tot het lichaam van Christus als een groep van individuele mensen die waren gered en die de gemeente waren, zoals genoemd in Kolosse 1 en Efeze hoofdstuk 1. Het was niet tot de tijd van Eusebius en Augustinus in de 4e eeuw dat de term een verwijzing werd naar een politieke hiërarchie in Rome, die probeerde alle lokale gemeenten te controleren. En hoewel Cyprian, een andere vroege kerkvader, verwijst naar een bisschop van een kerk als een heerser met uiteindelijke autoriteit, gebruikt hij nooit de term kerk in de zin van een kerkelijke organisatie die door een Romeinse bisschop wordt voorgezeten. In de Bijbel staat de bisschop alleen een lokale ortsgemeente voor van gedoopt opnieuw geboren gelovigen. Wordt een oudste of een overziener genoemd in 1 Petrus 5 en Handelingen 20. En het is een overziener van een lokale ortsgemeente, plaatselijke gemeente. En dat is vaak in een huis, de eerste 200 jaar na Christus. Een keer niet in een kerkgebouw, dus niet een politieke organisatie. De Bijbel kent niets van een groot kerkelijk netwerk van bisschoppen over de hele aarde, in geografische gebieden onderverdeeld, met kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen. Sterker nog, Jezus Christus was zelfs maar een bisschop. Dat lezen we in 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 25. En Petrus, hoofdstuk 2, vers 25 zegt: want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Hier is het woord herder gebruikt, of bisschop gebruikt, of opziener gebruikt. Een aartsbisschop zou dan een rang hoger zijn dan de Heer Jezus Christus. En de katholieke kerk heeft heel veel van deze aartsbisschoppen die zich hoger stellen, minimaal één rang hoger dan de Zoon van God, die zonder zonde is en was. Maar nu, de katholieke kerk is verreweg de effectiefste cult als het gaat om ongeredde mensen te verdoemen, die, omdat ze in hun belijdenis dichterbij een ware bijbelgelovige christen komen dan bijna elke andere groepering, religie of cult op deze aarde. En dat is de reden waarom meer dan 800 miljoen mensen in Zuid-Europa, Ierland, Zuid-Duitsland, midden in Zuid-Amerika, de Filipijnen, nooit hemel of hel kunnen vinden of eeuwig leven kunnen vinden, want hun katholieke Romeinse kerk beleidt uiteindelijke autoriteiten zijn betreffende redding en geen van zijn leiders heeft zekerheid van eeuwig leven. Niet geen van zijn kardinalen, bisschoppen, aartsbisschoppen, priesters, nonnen, monniken of ook paapsten, inclusief de huidige paaps Francis de I. En Johannes 5, vers 13 zegt: dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, dat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En daar ligt hier het probleem. De leiderschap van deze katholieke cult weet niet eens dat ze eeuwige leven hebben. Hoe kunnen ze dan een broerschap leiden? Alle katholieken beleiden fundamentalisten te zijn. Dat betekent dat alle katholieken beleiden te geloven in de godheid van Jezus Christus en de machtelijke geboorte, de vleeswording van het woord van God, de kruisiging, de opstanding, hemel en hel en het laatste oordeel van de doden. Maar als het gaat om de praktijk ontdekken we dat de officiële boeken die de katholieke kerk uitgeven iets heel anders leren. Die kun je onderscheiden dat ze Latijnse inscriptie hebben, niet in opstand, betekent geen bezwaar, of imprimatuur, betekent met de goedkeuring van de officiële hiërarchie. Nu, wat leert deze officiële leerboeken der katholieke kerk?
Ten eerste, een mens is opnieuw geboren door besprenging van water in de Rooms-Katholieke Kerk. Er zijn variaties, maar dat is wel wat ze officieel geloven. Ten tweede, een mens kan zijn redding verliezen en zijn nieuw geboorte verliezen als hij uit deze toestand der genade valt. Ten derde, geen mens kan weten waar hij naartoe gaat, vage vuur, hemel of hel, totdat hij dood is. Hij, als hij moet gered zijn, moet hij sterven in een toestand der genade. De vierde, het bloed van Jezus Christus is niet voldoende om iemand te redden die zijn verzoening alleen door geloof aanneemt. Men moet ook de katholieke sacramenten nemen, alle 7 stuk, en in een toestand der genade sterven. Nou, de morele katholieken in de ecumenische beweging sinds de jaren 60 hebben daar uitzonderingen voor gemaakt om boeddhisten, moslims en hindoes, protestanten, orthodoxen in hun wereldkerk te brengen. Maar de officiële katholieke publicaties, die op staat, hebben ze als bewijs, geen bezwaar, die leren duidelijk dat een man op de aarde gered kan worden, niet gered kan worden zonder in onderwerping te zijn aan de Rooms-Katholieke paus in Rome. Ten vijfde, de gebeden dienen aan Maria gericht te worden en aan dode heiligen. Een man kan uit het vagevuur worden gebeden nadat hij is gestorven. Ten zesde, een stuk brood, genoemd de hostie, kan in het letterlijke vlees van Jezus worden veranderd door een katholieke priester gedurende de mis. Ten zevende, Maria was zonder zonde geboren. En daarnaast is ook nog eens fysiek in de hemel opgenomen gedurende het boek Handelingen, hoewel daar geen christen, geen bijbel, geen apostel ooit iets van geweten heeft. Dit zijn twee leren die officiële dogma's zijn door de pausen, die ex cathedra uit de stoel gesproken zijn en bevatten ook het kanonwet voor elke katholiek. Hij moet deze geloven onder de pijnen om naar de hel te gaan. Want nu, als Rooms-Katholieken geconfronteerd worden met deze feiten, ontkennen ze dit altijd op de grond dat ergens in een katholiek boek iets staat geschreven wat het niet echt zou betekenen wat hier gezegd wordt. Wel, die officiële boeken die dit imprimatuur, de goedkeuring van de bisschoppen draagt en geen bezwaar aandraagt, bevestigen dat niet-katholieken verbrand moeten worden tot de dood als ze zich niet onderwerpen aan de Roomse kerk en dat de donkere middeleeuwen de gouden eeuwen waren van de Roomse geschiedenis. Dat Ierland een Rooms-Katholieke staatskerk dient te worden, inclusief Noord-Ierland of Ulster, net zoals Spanje, Italië en de Europese Unie, als het vooral de grondwetten van Nederland, Duitsland, Zwitserland, Scandinavië en de Verenigde Staten gevaarlijke en ketterse documenten zijn en dat geen katholiek die verplichting heeft zich daaraan te onderwerpen totdat daar een katholieke meerderheid is die deze hele gevaarlijke grondwetten met daarin verbonden vrijheden afstemt. Wel, deze gedocumenteerde feiten worden onder andere uitgebreid beschreven in 2 werken, één van Lambert, Katholicisme tegen zichzelf, en de andere van Avery Manhattan, het Vaticaan-imperialisme in de 20e eeuw. De bekendste katholieken in de 20e eeuw zijn de volgende mensen geweest. Ten eerste de fascistische dictator van Spanje, Francisco Franco. Ten tweede de fascistische dictator van Italië, Benito Mussolini. Ten derde de nazistische dictator van Duitsland, Adolf Hitler. Ten vierde Claire Booth Loos, de vrouw van de uitgever van Time and Newsweek magazines. Ten vijfde het hoofd van de SS, gemaakt naar de orde van de Jezuïeten, Heinrich Himmler. En het hoofd van de Nazi Gestapo, de geheime staatspolizei, Heinrich Müller. Ten zesde het hoofd van het Auschwitz concentratiekamp, Rudolf Hess. Ten zevende de leider van de Oestase in Joegoslavië, dat waren Rooms-Katholieke terrorgroepen onder leiding van Ante Pavelic en onder leiding van de bisschop van
een katholieke bisschop van Kroatië, Stepinac, die ook nog geloof ik heilig is of zalig is verklaard, een paar jaar geleden. De achtste, de communistische dictator van Cuba, Fidel Castro. Als ook de dictators Stalin, Lenin en Mao, die alle Jezuïten getraind zijn. De negende, het hoofd van het Treblinka concentratiekamp, Kurt Frans, of de Frans Stangel. En de tiende, paus Pius de XI en paus Pius de XII, die concordaten tekenen met Hitler en Mussolini. Met als doel dat de katholieke leer, die te worden geleerd in de openbare scholen, dat er geen bijbelstudiegroepen mogen worden gehouden in het openbaar of privé. Al deze historische feiten worden onder het tapijt geveegd door rooms-katholieke mensen in Nederland. De Nederlandse katholieken doen alsof de geschiedenis nooit heeft plaatsgevonden. Bij een verzameling in het Vaticaan betreffende de pauselijke onfeilbaarheid in 1864 werd de katholieke geschiedschrijver Dullinger gedwongen om zijn kerk te verlaten. En ik geloof daarna is daar de katholieke kerk van opgekomen. En hij kon niet toestaan dat de van Jezuïten de hele geschiedenis ignoreerde en van hun eigen kerk en vervolgens een leer van pauselijke onfeilbaarheid opgezet hebben. Die later werd gemodificeerd tot alleen onfeilbaar als hij officiële leer spreekt of als hij uit zijn spoor toe ex cathedra spreekt. Het ging dan over de zondloze geboorte van Maria en dat ze fysiek letterlijk opgenomen is in de hemel. Dat maakte dus gelijk met Christus naar deze twee ketterse leerstellingen. Absolute blasfemische ketterijen die nooit in de Bijbel worden geleerd, niet eens maar naar verwezen wordt. Nou, de reden waarom deze rooms-katholieke cult zo effectief is, is omdat ze beleid te geloven in vijf dingen waar ook bijbelgelovigen in geloven. Mensen die onwetend zijn, nemen zaken als de mes, de nuncio, aartsbisschop, paus, katholiek, vagevuur, kerst, monniken, nonnen, kloosters, niet serieus. Want die zijn niet eens in de verste verte verbonden met nieuwtestamentische bijbelse christenheid. Er zijn geen nonnen, monniken, pausen, ergens maar ook te vinden in ieder Nieuwe Testament op deze aarde. Niemand gaat naar een mis, niemand gaat naar de biecht, niemand pleit bingo en niemand vraagt Maria voor iets. Katholieken zijn in de praktijk anti-Bijbelse heidenen en beeldaanbidders, afgodendienaars. Nou, betreffende de Bijbel en Maria, zegt de Bijbel ten eerste dat ze een zondaar was die ook reiniging had nodig had voor haar zonde. We lezen in Lucas hoofdstuk 2, vers 21 het volgende. Als 8 dagen vervuld waren dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij het lichaam ontvangen was. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Nou, wat wordt daar gedaan? Kom naar Leviticus hoofdstuk 12. Er wordt de reiniging beschreven van een vrouw die een offer moet brengen. En ze offerde daar in vers Lucas 2 vers 24, opdat zij offerde gaven naar hetgeen dat in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Leviticus 12 vers 8 zegt: indien haar hand niet genoeg voor een lam vindt, zo zal zij 2 tortelduiven of 2 jonge duiven nemen, 1 ten brandoffer en 1 ten zondoffer. En de priester zal voor haar verzoening doen, zo zal zij rein zijn. En dit is nogmaals een zondoffer, om de zonden weg te wassen. Maria moest een zondoffer brengen. Ten tweede zien we in Lucas hoofdstuk 1 vers 47 dat ze zegt: en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Ze dankt als zondaar God voor haar zaligmaker Jezus Christus. Ten derde, haar heiland of haar zaligmaker heeft haar nooit als zijn moeder aangesproken, maar als vrouw. In Johannes 2 vers 19 zegt hij, de bruid van Cana, pardon, 2 vers 4, vrouw, wat heb ik met u te doen, mijn uur is nog niet gekomen. Noemt haar
vrouw. Niet meer en niet minder. Niet moeder. En de laatste keer dat Maria wordt genoemd in Ers en Bijbel, van wat voor groep van manuscripten dan ook, in Handelingen 1, dan wordt ze gevonden in een ruimte waar men samenkomt om te bidden met de discipelen van Jezus Christus. We lezen in Handelingen hoofdstuk 1, vers... Oh. 14. Deze allen waren eendrachtelijk, volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. En er worden in vers 13 al die 11 of dan 12 apostelen genoemd, zoals er nog een bij zou komen. Niemand vraagt haar mening over iets. In Handelingen 1, 2, 3 tot en met 28. Ten vijfde, niemand in de Bijbel bidt tot Maria. Gebeden worden gemaakt tot God, zegt Handelingen 12, vers 5. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Tot God, niet tot Maria. Het laatste boek van de schrift in Openbaring hoofdstuk 22 vinden we hetzelfde. Maria wordt niet aangebeden. Nee, we lezen in Openbaring 22 vers 9. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, der profeten en dergenen die de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. Wel nu, we zien dat niemand Maria in het boek Handelingen eert, niemand haar noemt, niemand haar gezegende Maria noemt, en niemand kijkt naar een beeld van haar of knielt voor haar beeld om iets te vragen. De Rooms-Katholieke beelding van Maria is heidenblasfemie. Ten zesde, er is één middelaar tussen God en mensen, naar 1 Timotheüs 2 vers 5, en het is niet Maria of een andere vrouw, het is een man. Het is niet de gezegende Jozef of de gezegende Antonius of de gezegende Johannes de Doper. Paulus bidt nooit tot Maria, bidt nooit voor iemand om haar te eren, om haar over haar te spreken in 13 Paulinische brieven. Er worden geen melding gemaakt van Maria als middelaarster, voorbidster of poort naar de hemel of een andere blasfemische titel die haar toegeschreven wordt in officiële Rooms-Katholieke boeken, Nieuwe Opstand, geschreven door de katholieke kardinalen en bischoffen en aartsbisschoffen van Rome. En vooral Jezuïten. In betrekking tot het hart van de katholieke afgodendienst, de mes, moeten we zeggen, er is geen mis in het Nieuwe Testament. Niet in het Oude, ook niet in het Nieuwe Testament. In Johannes hoofdstuk 6, als de discipelen spreken over het eten van het vlees en bloed, zegt Jezus hen heel duidelijk dat het letterlijke vlees, als het al zouden kunnen eten, hen niets goeds zou kunnen doen. Want hij zegt in Johannes hoofdstuk 6... vers 63, uitdrukkelijk, de geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Cannibalisme wordt nergens in het Oude of Nieuwe Testament gerechtvaardigd en het eten van letterlijk bloed wordt verboden voor de wet, Genesis 9... onder de wet in Leviticus 17 en na de wet onder de genade in Handelingen 15. Ten derde wordt ons specifiek gezegd in 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 16 en vers 17. De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus, het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Wordt ons hier gezegd dat het huidige lichaam van Christus een dood lijk is, dat van een kruis werd afgehaald, of het levende offer op het kruis. Het is het lichaam van Christus in deze tijd, een groep van geredde mensen in Christus, in 1 Korinthe 12 vers 13. En als een katholiek dat niet onderscheidt, waarvoor Paulus waarschuwt in 1 Korinthe 11 vers 29, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren, en naar een misgaat, eent en drinkt hij zichzelf een oordeel, dat hij deze katholieke mis
bijwoont. Er is geen bloed in het huidige lichaam van Christus, want al het letterlijke bloed van Christus heeft hem verlaten en hij van de doden opstond. Hij zegt ook tegen de emmersgangers aan Lucas 3, 24, vers 39, vlees en been, niet bloed. Het bloed met het water heeft hem verlaten in Johannes 19, vers 34, toen hij met een speer werd doorstoken. Het hart en centrum van de Rooms-Katholieke cult is zwarte magie en cannibalisme. Dat is ook de reden waarom artikel 31 van de 39 artikelen van de Anglicaanse kerk het een blasfemische fabel en een gevaarlijk bedrog noemen, deze Rooms-Katholieke mis. Want nu als de pausen hun missen celebreren in Nederland, Noordwest-Europa, Amerika, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, de Filipijnen, dan institutionaliseren ze een heidenreligie van Baals aanbidding die meer dan 4000 jaar oud is. De Baals aanbidders in Richter 2 vers 13 hadden ook kledingstukken, speciale kledingstukken. Zeg, waar vind je dat? In het Oude Testament, in het boek 2 Koningen hoofdstuk 10 vers 22. Toen zeide hij tot degene die over het klederhuis was, breng voor alle dienaren van Baal de kleding uit. En hij bracht voor hen de kleding uit. Een klederhuis met kleding. Met zwarte kleding. Zwart is mooi, niet waar? Black is beautiful. En aanbaden de koningin van de hemel in Jeremia 44, vers 17, 18 en 19. En aten ook letterlijk bloed. In de Psalmen, hoofdstuk 16, vers 4. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. Ze gebruikten beelden en afbeeldingen om hulpen te zijn in hun aanbidding. We lezen het bijvoorbeeld in het boek Exodus, hoofdstuk 23, vers 24. Gij zult u voor hun goden niet buigen, noch hen dienen, ook zult gij na hun werken niet doen, maar gij zult zich heel afbreken en hun oprechte beelden gans vermorzelen. We lezen daarbij in Deuteronomium, hoofdstuk 7, vers 5, het volgende. Maar alzo zult gij hun doen, hun altaren zult gij afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken, en hun bossen zult gij afhouden en hun gesneden beelden met vuur verbranden. Dat is de beeldenstorm die men heeft ooit gekend in de reformatietijd. Zij beden tot verschillende goden als ook tot de ware God. De ware natuur van de katholieke cult wordt beschreven in een klassiek werk van Hislop, de twee Babylons, of van Babylon naar Rome, zo'n 150 jaar geleden geschreven door opnieuw geboren Anglicaanse geestelijke. Dit werk toont duidelijk aan dat de Rooms-Katholieke kerk niets anders is dan Babylonische hoer uit Openbaring 17 en slechts genoeg christendom beleidt om charitatieve werken te doen, om zo voor christelijk door te gaan, maar miljoenen, zo niet miljarden mensen vervloekt door ze als een hoer te gedragen en een ketterse leer te verbreiden die de katholieke medeleden verbiedt, alleen door geloof aan Jezus Christus, wat op het kruis gedaan heeft, eens en voor eeuwig gered te kunnen worden. De Bijbel is veel exacter in deze zaken als de katholieke kerk. Ten eerste leren we dat Jezus Christus een verbod geeft aan een discipel om zijn religieuze leider vader te noemen. In Matteüs hoofdstuk 23, vers 9, wordt dat duidelijk als verbod en waarschuwing van Jezus Christus gegeven. Zult niemand uw vader noemen op de aarde, want één is uw vader, namelijk die in de hemelen is. Het tweede is dat religieuze leiders ook vervloekt worden als ze proberen het eigendom van een weduwe weg te nemen door aan te bieden voor de gestorven echtgenoot in het vagevuur te bidden. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, dus op hypocrieten. Want gij eet de huizen der weduwen op en dat onder de schijn van lang te bidden, daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen, zegt Matteüs 23 vers 14, dat is Jezus Christus zelf die daar spreekt. Ten derde, er is de leer van deze leiders dat daar een, laten we maar even aankijken, dit woord wordt in Matteüs 16 genoemd in vers 12, het woord zuurdezem. Dat is een zuurdezem, is de leer der Farizeeën en Sadduceeën, als ook de leer van Rome.
En in Matthäus hoofdstuk 13, vers 33, is daar een vrouw die des zuurdezen neemt en het verbergt in 3 maten meel, totdat het al geheel doorzuurd wordt. We hebben niet alleen een gelijkenis van het koninkrijk de hemel, maar ook van het koninkrijk van God in Lucas 13, vers 20 en vers 21. En deze vrouw verzuurt het hele lichaam van ware, zuivere leer, dat alles is gecorrompeerd. Dat is natuurlijk net wat de oecumene doet en waarom de Statenbijbel een boek is wat zo aangevallen wordt. In de Bijbel wordt de gemeente van Jezus Christus nooit genoemd een vrouw. Ze wordt een bruid genoemd in Openbaring 21. Ze wordt een maagd genoemd in 2 Korinthe 11. En een echtgenote in Efeze 5, maar nooit een vrouw. Die vrouw is Openbaring 17, vers 1 tot en met 6. Laten we die maar even lezen als een beschrijving van dit systeem van de kerk van Rome. Openbaring hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 6. En uit de 7 engelen die de 7 violen hadden, kwam en sprak met mij en zeide tot mij, komt herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die er zit op vele wateren. Met welke de koningen der aarde gehoreerd hebben, die de aarde bewonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest, en ik zag een vrouw zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering en had 7 hoofden en 10 hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijke gesteenten, en palen had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid harer hoererij. Op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon en de moeder der hoererijen en gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Wel nu, het symbool van deze vrouw is een gouden beker. En het is een stad, vers 18, die regeert over de koninken der aarde. En haar kleuren zijn scharlaken en purper. Nou, deze religieuze hoer kan slechts 1 stad zijn, Rome. Het wordt beschreven in het boek De Martelaren van Tieleman van Bracht en van Hendrik van Haamsten en het Fox's Book of Martyrs, wat tegenwoordig ook niet meer gelezen wordt in de meeste kerken, ook niet in de christelijke scholen. En alle nieuwe Bijbels, de NBV, de Bijbel in normaal Nederlands heet het, geloof ik, de Voorhoeven, elk van de 5 drukken, oog, de Telos, de NBG, de Grootnieuws, het boek, de Nederlandse Bijbel, komen allemaal van deze Griekse manuscripten, Alexandrië, Egypte, Afrika. De Latijnse kerk begon, werd de katholieke kerk van de donkere middeleeuwen, begon in Noord-Afrika, waar de eerste ware katholiek en Afrikaan was, met name Aurelius Augustinus. Hij leerde de Baptisten, toen het Donatisten genoemd, in de 5e eeuw, in de gevangenis gesteld moeten worden en gedood als dat noodzakelijk was. En de Nederlandse vertalingen van deze Rooms-Katholieke Alexandrijnse Griekse manuscripten bevatten ook de Rooms-Katholieke apocryfe boeken als gedeelte van het Oude Testament. Dat is de oorzaak ook van dit zuurdezen, waarin onder andere gebed voor de doden en het varevuur hun oorsprong vinden. Geen bijbelgelovige christen moet zich vermengen met de katholieke kerk in religieus of politiek opzicht. En heden de dagen is de paus druk bezig om een nieuwe wereldorde op te stellen met een Rooms-Katholiek hersteld Romeins Rijk. En het wordt duidelijk aangegeven in een van mijn heddingsboek, de Vaticaan-Moskou Alliantie. De katholieke cult is een wereldwijde cult. Het is bijzonder subtiel en zeer gevaarlijk, maar dat dichterbij komt aan christelijke belijdenis als enige andere cult. En nogmaals, als u gered wil worden, dient u deze dwaling van Rome af te wijzen en te geloven in het eens en volbrachte werk van Jezus Christus op het kruis van Golgotha, dat hij eens en vereeuwig voor uw zonde is gestorven, begraven, opgestaan, dat maar geloof alleen aan het bloed van Jezus Christus eens en vereeuwig gered kan worden. U dient de Heer door geloof alleen aan te nemen als uw persoonlijke verlosser zonder werken der wet. Dat is bijzonder belangrijk. Wijst u alle leren en af en gemeenschap af van de Kerk van Rome, de Mormonen, Jehovengetuigen, Charismatici, 7-dag Adventisten en andere kerkers die hun eigen privé reddingsplan bedacht hebben.
Als mensen in deze systemen gered zijn, is het onafhankelijk en desondanks hun valse cult of gemeenschap of kerk waar ze lid van zijn. De christelijke houding tegenover zulke mensen wordt gegeven in Titus 1, waar men ze vermanen moet. Ten moet dat een getuige moet, in Titus 3 vers 1. En vervolgens gaan ze uit de weg en zoek geen gemeenschap met hen. Ze zijn een schande voor de Heilige Geest en een schande voor het boek wat hij schreef. Dat is voor Nederlanders de Statenbijbel 16:7. Dat is de Heilige Schrift met Gods adem erover. Houd het vast aan dit boek. Als dat niet doet, is er geen rem meer om in de afval te stoppen. Nogmaals, schaam me niet voor de woorden van God, de Statenbijbel. En geloof aan de Heer Jezus Christus. En gij zult gered worden, u en uw huis.